bewegen op het ritme van de jaargetijden. Het klinkt zo poëtisch en toch bepaalt het een groot deel van ons leven. De natuur is de grootste kunstenaar en zonder dat we ons vaak bewust zijn, vormen wij een belangrijke schakel in de levensketen. In 20 afleveringen gaan we in Brabant op zoek naar de antwoorden. We bezoeken prachtige natuurgebieden in onze provincie en praten met boswachters en andere deskundigen. De vier seizoenen in de werkelijke vier seizoenen. Dan zie je in de lente ook de frisse kleuren, de lichte kleuren. Hè, alles komt net tot bloei. Daar leg ik deze mevrouw op. Dan zie je ook dat dat al in harmonie is. En als we dan deze waaier er nog eens bij houden, dan zie je gewoon dat dit hele paletje qua kleuren met elkaar matcht en klopt. Op het moment dat ik daar deze waaier op leg, dan zie je dat dat met elkaar gaat vloeken. Ik adviseer dames en heren op het gebied van een kleuranalyse. En een kleuranalyse die bepaalt eigenlijk met wat voor kleuren je het allerbeste uitziet. Die vier seizoenen die geven allemaal een ander kleurbeeld. En dat kleurbeeld, dat is ook voor de personen zo. Het heeft met name te maken met jouw pigmenten, huid, haar en oogkleur. En die zijn in de winter wat lichter, hè, omdat we wat minder zon hebben. En in de zomer lopen die wat op. Maar die toon van die huid, die blijft. De winter- en de zomertypes zijn het mooist met zilveren tinten, met zilveren kleuren. Omdat die kleuren ook op zilver ofwel blauw zijn gebaseerd. De lente en de herfst, die zijn het mooiste met de gouden sieraden. Als ik begin met een kleuranalyse, begin ik ook altijd met goud en zilver. Als ik daar dan de paletten op ga leggen van de kleuren, dan zie je dat die winter mooi is bij de zilver. En dat de zomer ook mooi is bij zilver. De herfst is heel mooi bij goud. En ook de lente is mooi bij goud. Als ik deze twee nu wissel, dan zie je dat ze alle twee boven op de gouden en boven op de zilveren ondergrond blijven liggen. Er is geen match met de kleuren. De herfst heeft de wat donkerdere en wat diepere kleuren. Maar is ook weer op goud en geel gebaseerd. En daar komt dit palet op. Als ik daar deze mevrouw op gaan leggen, dan zie je dat die mevrouw niks meer in het geheel doet. Als we dit hebben opgebouwd en we weten uiteindelijk welke kleuren nou het allermooist zijn bij een klant, dan gaan we aan tafel en dan ga ik uitleggen hoe ze nou het beste kunnen gaan shoppen, want daar is het natuurlijk allemaal om te doen geweest. Het leuke is, ja, ik kan wel aantonen, en dat is ook het aha-effect wat ik bereik als iemand op mijn stoel zit. Joh, ik wist niet dat het zoveel effect op mij zou hebben. Bij de ene stralen mijn ogen. Zijn ze veel blauwer of veel dieper bruin. En bij andere kleuren heb ik ineens kleur op mijn gezicht, terwijl andere kleuren maken me heel bleek en vaal. En dat is echt een effect. En dat vind ik het allerleukste als ik de klant op die stoel heb. Dat ze zeggen, maar jeetje, ik wist niet dat dat zoveel met mij zou doen. De mensen die denken van wat moet ik ermee en wat een gedoe en wat een gezeur, die zullen mij niet opzoeken. Ik krijg alleen maar klanten die daar voor in zijn en die daar nieuwsgierig in zijn. En natuurlijk, als hier een grote club is, zul je er van de 8 best wel eens 2 tussen hebben zitten die denken, wat een onzin. Maar ik moet je zeggen, als ik ze laat zien wat het effect is van die kleuren, dan draaien ze 9 van de 10 keer toch wel even bij. Omdat ze zien dat het wel degelijk effect heeft.
ik zit een beetje ertussenin, tussen de lente en de zomer. Dat komt omdat de kleur van mijn haar ook een beetje aan het veranderen is. En ik ben eerlijk gezegd altijd al een twijfelgeval geweest. Het was altijd wel lente overheerste. Maar ook dat zijn ze verder gaan ontwikkelen. Dus ik zit nu tussen de lente en de zomer in, qua kleuren. Ik heb geen favoriet jaargetijden. Ik vind juist het wisselen van de jaargetijden super interessant. En dat heeft ook te maken met mijn belangstelling voor rituelen. Want rituelen markeren grenzen en maken het overschrijden van grenzen gemakkelijker. En ik vind nou juist zo mooi dat de wisseling van de jaargetijden ritueel gemarkeerd worden in de kalender. Dus Pasen is een enorm belangrijk feest. Veel belangrijker in de kalender dan Kerstmis. Tegenwoordig is Kerstmis heel belangrijk. Maar juist die overgangsrituelen, die vind ik interessant. Ik vind dus Allerzielen, Halloween, die tijd heel interessant. Dat zijn hele belangrijke rituele momenten. En dat zijn dan ook niet toevallig de grote scharniermomenten in de kalender. Pasen, begin van het goede seizoen. Halloween, Allerzielen, Allerheiligen. Begin van het slechte seizoen. Van wat wij dan noemen de winter. Ik vind het wel waardevol om dat besef te hebben van ruimte en tijd. En dat je dus ook weet wat de seizoenen voor je betekenen. Want een wereld waarin elke dag hetzelfde is. En waarin het ook elke dag feest is. Ja, dat is een hele saaie, vervelende wereld. Alle dagen feest is de dood in de pot. De kalender waar mensen zich naar richten in het verleden, dat was eigenlijk een heilige kalender. We noemen dat de agroliturgische kalender. Dat wil zeggen de feestdagen van het jaar van de heiligen, de katholieke heiligen, die waren richtinggevend ook voor de werkzaamheden op het land, voor eigenlijk het hele ritme van het leven. En die feestdagen, die waren natuurlijk op gezette tijden en die werden beschreven in een almanak. De voorloper van onze agenda. Dit is een almanakje uit 1915. Nou, wij kennen allemaal nog de Enkhuizer almanak. Maar hiervoor moet je lezen. Maar er waren natuurlijk vroeger heel veel mensen die niet konden lezen. Die niet naar school waren geweest. En voor die mensen had je een almanak voor analfabeten. En dat is deze almanak. De boeren- of schapersalmanak. Dus de herders- of boerenalmanak. En hier staan allemaal symbooltjes in. Het is bijna een soort hiërogliefenschrift. En met die symbooltjes wisten mensen die ook niet konden lezen precies wat er aan de hand was. Hier begint het jaar met de besnijdenis, nieuwjaarsdag. Drie koningenfeest. Hier heb je de drie koningen. En dan zie je allemaal symbooltjes. En die symbooltjes die verwijzen naar dit is de tijd om het best je nagels te knippen. Of je haar te knippen. Of gewas in te zaaien, of bomen te vellen. Alles was gerelateerd ook aan de stand van de maan. Dus bij wassende maan moest je zaaien. Hè? En bij afnemende maan moet je je haren knippen. Kortom, allemaal dat soort zaken. En die worden in deze almanak helemaal beschreven. Dit is de boerenkalender. Nou, even kijken. Van het jaar 1516. Het is een klein wonder dat hij bewaard is gebleven. En hier zie je dus alle feestdagen aangegeven met kleine tafereeltjes, met afbeeldingen. En dan allemaal driehoekjes en stippen. Nou, die ronde stippen, die duiden erop dat dit een hele goede dag is om bijvoorbeeld ader te laten. En ook het weer, want de almanak
die voorspelt natuurlijk ook het weer. Hè? We kennen de uitdrukking almanak leugenzak. Nou, hier wordt precies voorspeld wanneer het warm is, wanneer er sneeuw is. Kijk, een vierkant vakje, dat betekent sneeuw. Nou, wanneer is het sneeuw? Dat zal wel in de winter zijn. Ja, hier hoor, in de winter. Het leven van mensen wordt natuurlijk bepaald door de jaargetijden, maar het mooie is dat de verschillende fasen in het leven, van de wieg tot aan het graf, ook worden voorgesteld naar analogie van de jaargetijden. En hier zie je een hele mooie voorstelling daarvan. Dat is de trap des ouderdoms. En dan zie je dat elke 10 jaar wordt weergegeven met een trede. En dat begint hier met de wieg, het kind, een ingebakerd kind. Hier een kind in het looprek. En daar zie je dus dat het voorjaar is, de lente. Een fris jong boompje, groene blaadjes. En naarmate je dus die trap omhoog loopt, en hier ben je 50 jaar oud, zit je op het hoogtepunt in de zomer, heldere hemel, geen vuiltje aan de lucht, maar dan gaat het langzaam maar zeker naar beneden. En als je 90 bent, en er waren maar weinig mensen die dat haalden in het verleden, want dit is een prent uit omstreeks 1620, dan kom je uit in het graf. Van de wieg tot de graf legt de mens deze levensloop af. En hier zie je dan dat het winter is. De blaadjes zijn van de boom. Het is koud, onbarmachtig weer. Met andere woorden, de seizoenen weerspiegelen zich ook in de levensfase van de mens.